Nou, hallo jongens. En meisje natuurlijk. Ik ben beneden, zoals jullie misschien kunnen zien. Ik moet je handen eten geven. Maar, oké, leuk, aardig, oké. Dat moet gebeuren, want je neemt niks voor niks handen. Geef je ze eten, duurt het altijd langer dan 10 seconden voordat ze eigenlijk een keertje gaan eten. Maar er is één hond en die eet gewoon lekker helemaal niet. Ik dacht van, ja, strooi er maar lekker wat bij. Dan leek dat erop en de rest laat ik gewoon liggen. Heeft hij nou weer gedaan? Die strontje vol. Want op mijn kombiedak aan, ik heb de grond en dan begint hij meteen te eten. Kijk, hij. Hallo? Ben die. Ik bedoel, hij is ook bijna niet. Maar. Even uitzoomen. Maar hij eet tenminste wel. En hij ook. Lucas, eten jij? Nou, ik laat je er wel uit, want ik heb gisteren in de vlog. Daar heb ik weer. Kijk dan. Dat doet hij raar. Zo doet hij dus altijd als hij eten heeft gekregen. Sun is not shining. I feel good. Want het regent. En mijn vader en ik zouden eigenlijk een motor rijden vandaag. Omdat ik nieuwe motorkleren en helm heb. Maar ja, dat gaat nu niet. Of het moet zeker gaan stoppen met regenen. Wat ik wel hoop. Maar ja, het is ook nog ochtend, hè. Dus. Ja. Ik laat jullie even mijn helm zien. Mijn nieuwe motorhelm. Het is echt een super mooie. Echt. Ik ben er echt onwijs blij mee. Ik had ook nog eerst een andere. Maar die was te groot. Want er is dus zeg maar een nieuwe manier van je te meten. Je moet je handen achter je helm doen. En dan moet je drukken. En als je, je met je vijfvinger ertussen kan, voor, dan is hij dus te groot. En dan heb ik dus een helm gekregen die me tenminste wel past. En hij is super leuk. En ik ga hem sowieso dragen. Komt hij even aan hoor. Even opdoen. Zijn jullie er klaar voor? Nou, ik ben gewoon sprakeloos. Ik ben gewoon sprakeloos. Ik heb gewoon mijn oude fiets aan gekregen, ja. Het is gewoon, mijn hoofd is gewoon te klein. Maar dit kan toch niet? Mooi van Frozen ook. Echt. Nou, dit was natuurlijk een grapje. Serieus, ik heb echt een hele vette helm gekregen. Hij zit hierin. Dus nou die van mij, de nieuwe. En dus die van papa. En serieus jongens, ik heb zelfs een duurdere helm dan mijn vader gekregen. En dan ook nog natuurlijk een motorjas, die laat ik ook nog wel zien. Maar ik ga nu eerst even
die helm doen. Het mooiste vind ik nog dat die heel goed en heel mooi glimt. Maar dat gaan jullie ook zien. Komt ie aan, ik heb het uit de zak. Kijk, ik heb het uit de zak. Komt ie aan. Heel mooi. Ik vind hem echt heel mooi. Kijk hoe mooi die ook glimt. En die bovenkant ook, jongens. Dit vind ik zo vet. Kennen jullie die, die man, die superheld? Die vliegt dan, niet Spider-Man, maar die andere. Met ook zo'n helm, met een rode helm. Oh, hoe heet die ook weer? Nou, hij komt wel hier in beeld. Of ergens. Waar Pablo dan ook doet. Maar die vliegt zeg maar zo. En die doet dat zo. Maar die heeft ook dit op zijn helm. Ik dacht zo op de motors. Nee, maar ik vind het super vet. En waar het achter kwam. Je hebt dus dit. En sommigen zullen misschien denken van. Is dat? Is dat wel eens zo raar? Nou, dat zou ik je zeggen. Ik moet haar zo eens laten zien. Dat is dus voor je kin. En dan heb je niet weer alle motorhelms. En de reden trouwens waarom ik een nieuwe motorhelm kreeg. Die staat misschien ook al online. Maar ik moet kennelijk plassen. Wacht even een momentje. Wacht even. Ik heb het plassen. Nou, hallo jongens. En meisje natuurlijk. Ik ben beneden, zoals jullie misschien kunnen zien. Ik moet je handen eten geven. Maar, oké, leuk, aardig, oké. Dat moet gebeuren, want je neemt niks voor niks handen. Geef je ze eten, duurt het altijd langer dan 10 seconden voordat ze eigenlijk een keertje gaan eten. Maar er is één hond en die eet gewoon lekker helemaal niet. Ik dacht van, ja, strooi er maar lekker wat bij. Dan lik ik dat erop en de rest laat ik gewoon liggen. Heeft hij nou weer gedaan? Die stroentje gewoon. Want op mijn kombiedak aan, ik heb te grommelen en begint hij meteen te eten. Kijk, hij. Hallo? Bij die. Ik doe dat hij. Is ook bijna niet. Maar. Even uitzoomen. Maar hij. Eet tenminste wel. En hij ook. Loe, ga eens eten jij. Nou, ik laat je er wel uit, want ik heb gisteren in de gevlog. Daar heb ik weer. Kijk dan. Ja. Dat doet hij raar. Zo doet hij altijd als hij eten heeft gekregen. Sun is not shining. I feel good. Want het regent.
En mijn vader en ik zouden eigenlijk een motor rijden vandaag. Omdat ik nieuwe motorkleren en helm heb. Maar ja, dat gaat nu niet. Of het moet zeker gaan stoppen met regenen. Wat ik wel hoop. Maar ja, het is ook nog ochtend, hè. Dus. Ja. Ik laat jullie even mijn helm zien. Mijn nieuwe motorhelm. Het is echt een super mooie. Echt. Ik ben er echt onwijs blij mee. Ik had ook nog eerst een andere, maar die was te groot. Want er is dus zeg maar een nieuwe manier van je te meten. Je moet je handen achter je helm doen. En dan moet je drukken. En als je met je vijfvinger ertussen kan, voor, dan is hij dus te groot. En dan heb ik dus een helm gekregen die me tenminste wel past. En hij is super leuk. En ik ga hem sowieso dragen. Komt hij even aan hoor. Even opdoen. Zijn jullie er klaar voor? Nou, ik ben gewoon sprakeloos. Ik ben gewoon sprakeloos. Ik heb gewoon mijn oude fiets aan gekregen, ja. Het is gewoon, mijn hoofd is gewoon te klein. Maar dit kan toch niet? Mooi van Frozen ook. Echt. Nou, dat was natuurlijk een grapje. Serieus, ik heb echt een hele vette helm gekregen. Hij zit hierin. Dus nou die van mij, de nieuwe. En dus die van papa. En serieus jongens, ik heb zelfs een duurdere helm dan mijn vader gekregen. En dan ook nog natuurlijk een motorjas, die laat ik ook nog wel zien. Maar ik ga nu eerst even die helm doen. Het mooiste vind ik nog dat die heel goed en heel mooi glimt. Maar dat gaan jullie ook zien. Komt ie aan, hè? Ik heb het uit de zak. Kijk, ik heb het uit de zak. Komt ie aan. Heel mooi. Ik vind hem echt heel mooi. Kijk hoe mooi die ook glimt. En die bovenkant ook, jongens. Dit vind ik zo vet. Kennen jullie die man, die superheld? Die vliegt dan, niet Spider-Man, maar die andere. Met ook zo'n helm, met een rode helm. Oh, hoe heet hij ook weer? Nou, hij komt wel hier in beeld. Of ergens. Waar papa hem ook doet. Maar die vliegt zeg maar zo. En die doet dat zo. Maar die heeft ook dit op zijn helm. Doe dat ook zo op de motors. Nee, maar ik vind het super vet. En waar het achter kwam. Je hebt dus dit. En sommigen zullen misschien denken van. Is dat? Of is dat wel zo raar? Nou, dat zou ik je zeggen. Ik moet haar zo eens laten zien. Dat is dus voor je kin. En dan heb je niet weer alle motorhelms. En de reden trouwens waarom ik een nieuwe motorhelm kreeg. Die staat misschien ook al online. Maar ik moet kennelijk plassen. Wacht even, momenten. Wacht even. Ik heb het plassen. Oké, okay, nou ben ik weer. Alles nog veilig hier. Top. Oké. Ik ga verder. Nou, de helm, ja, die is nou zeg maar klaar. Ja, dit is dan. En daar ben ik super blij mee. Ik doe maar. Oh ja, dat ene. Nou, ik heb hier iets. Dit. Maar let op.
Je hebt die klem. Ook top. Die kan hier heel goed klemmen. Ook top. Je doet hem omhoog. Ook top. Je hebt dit. Ook top. Hè? Wakker? Maar weet je wat het dus is? Kijk in de binnenkant. Hier moet mijn hoofd tussen. Mijn hoofd ligt echt zo. Let op, hè? Let op. Ik weet niet of jullie het gaan zien. Maar... Auw, mijn haar. Ik kan toch niet? Oei, effe. Overdrijf niet, hè? Dus ja, dat. Maar, let op. Maar dat wen ik wel aan. Trouwens, aan die strakte, zei papa. Dat had papa ook. Let op, hè? Dan heb je gewoon de zonnebril. Dat is toch cool? Dan hoef je niet iedere keer die klep dicht te doen. Vanwege die standvliegen. Even terug in de zak doen. De pietenzak. Nou, in ieder geval dat dus. En dan nu. De Jens. Het kaartje zit zelfs nog aan. Maar ik vind het zo vet. Ik vind het echt vet. En dan. Ook mijn handschoenen, die hebben papa en ik hebben dezelfde. Maar ik vind het zeg maar grappig. Oké, jullie mogen raden. Is deze van mij of van papa? Laat je even wachten. Natuurlijk krijgen jullie het antwoord ook al te weten, maar hoe je. Het is gewoon leuk om dat even te zeggen. Deze is, jawel, van mij niet. Die is van papa. En waar komt het? Deze is van... Deze is van mij. Oh jongens, mijn hand is echt klein verliggen met die van papa. Kijk dit dan. Ik als nu echt gewoon nog deze precies naast elkaar. Zo zit hij precies naast elkaar. Toch? Ja, zo ongeveer. Is toch erg? Maar ik vind ze wel echt super fijn ook. Lou! Je irriteert Spikey. Daar hoor ik vanaf hier, want Spikey gromt. Dan spreek ik grond er bijna nooit. Haast nooit gewoon. Gewoon eigenlijk niet. Dit lijkt net een beetje ook alsof we gaan
BMX en zo. Kijk. Maar er stond echt, we waren bij een motorzaak dus. Ja, je kon ook voor je BMX kopen, maar er stonden motorhandschoenen. Dus. Lou! Ja! Laat Spike nou eens. Rechter. Deze hond, hè? Die zit iedere keer Spike te vervelen. Ophouden jij. Ik ben mijn ding aan het showen, hè? Dan moet je me laten, hè? Ja. Goed, jong. Maar ik vond dat. Ik vind hem ook super vet en ook fijn, dus ja. En als je je afvraagt waar heb je deze dingen gekocht? Niet in Nederland. Nee. In Duitsland. Baloo! Ophou nou! Nou is het klaar. Nou is het echt klaar. Ophouden. Dan ben ik lekker aan de gang. Godmonde. Nou, maar dat gaan we dus gebruiken als we vandaag gaan motorrijden. Wat ik al hoop. Nou, je hebt geluk, want ik moet er toch weer naar binnen toe. Ja, dan heb ik in de gang, je geintje. Heb ik hem maar gedaan. Ik heb er geen idee reed. Nee, geintje. Geintje al. Jongens, I'm hungry. But I have not zin om brood te maken. Dus I sit bij de stoepkast. Oh. Bij de stoepkast. Ja. Yeah. En daar ook nog. Een pot. Lou, wat doe jij? Wat doe jij nou raar? Deze is van mij. Deze lange slingels zijn van mij. Ja, ik weet het. Ah, ik heb precies de laatste. Nou, Charles. Oeh. Oh, kijk. Oh, dat kan ik eerst goed.
drink gaan maken. Ja, drinken, ja. Jullie ook drinken? Nee, jullie hebben nog. Jongens, waarom heb ik dit nou altijd? Dat heb ik niet kunnen. Oké. Ik zal kijken naar. Hoe? Kom met je. Jongen, mijn hokken zitten. Kijk dit. Hallo, bed. En jij dan? Is mijn camera nu al bijna leeg? God. Dus straks was het toch helemaal vol? Nou, jullie weten dus als die uitvalt, dan weet je waarom. Dus ja. Dan weet je dat vast. Maar ik ga in ieder geval toch YouTube kijken, denk ik. Of Netflix. Kun je dat gaan doen? Dus ja, dus vond je het nou een leuke video? Kort, maar ja. Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. Druk op het belletje, wat een beetje nooit meer een video. En ja. Doei. Doei. Doei.
Zo. Ja, mooi te rijden. Maar we zijn ergens geland. Of tenminste, niet geland. Maar dat doet niet. Die gaan landen en opstijgen. Zijn je bij Zeevliegveld Groesbeek? Of nou ja, eigenlijk tussen Groesbeek en Malden in. Zeevliegen. Ja, goed, dus. Nou, ook wel handig, batterij leeg. Nou, pakken we even een nieuwe. Even het kuip weggooien. Even een lekker ijsje gepakt. Dus nogmaals, we zijn in Groesbeek. Of tenminste, tussen Malden en Groesbeek. Bij het zweven. Nou, ik wil niet even wachten dat er eentje omhoog gaat. Wat? Ik warm mijn benen. Ja, dat heb je met een zwarte broek. Ik wil eigenlijk nog eentje omhoog zien gaan. Die wil ik daar ook nog even verder mee. Dan moet je dat toch filmen. Nou, we gaan even kijken, dan gaat er eentje de lucht zijn. Ik vind hem heel leuk, ja. Jij ja, zou ook denken, maar God kan echt niet. Ik ken hem dat toch nog. Nog niet, hè? Ja, ze zijn er mee bezig. Ja. Ja, ze waren bij dat neusvliegje altijd aan het doen. Ja. Moest even opnieuw gefixt worden. Ja. Maar ja, als je dan ziet dat die spanwijd is best veel. Ja. Maar dat moet ook wel, want hij moet al kunnen zweven, hij moet kunnen dragen. Die vleugels moeten dat kunnen dragen. Ah, die leeft ook op de voet. Ja. Gaan we naar deze gang? Nee, even leeg. Gaan we met deze weer verder rijden? Ja. Alles controleren, even checken. Blijf je dicht? Aangehaakt. Die man met het geel ijsje gaat daar een keer contact maken met de
groente en zout. Tortilla chips met dip. Tortilla. 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 Is dat dubbel tortilla? Al, ja, maar dubbel alles in het Spaans of Mexicaans spreek je uit als een J. Dus dan krijg je tortilla. Nou goed, tortilla, dingas, pobre pobre. Broodplankje met dip. Bitterbal. Ja, hij is echt op. Borrelbordje. Borrel is echt op. Hallo, ik ben hier aan het praten. Dat rijk op, bro, is echt waar. Borrelbordje met kaas en worst. En dat was ook vol. Olijven en brood en dips. Saus. Er zat dips. Saus. Er zat alleen maar dip. Nee, ik had eigenlijk toch wel iets anders. Dit vind ik niet leuk. Hier is bijna niks. Hoezo? Ja, het enige wat ik lekker vind hier tussen is borrel, bitterballen of popcorn. En anders nootjes, maar dat is sowieso noot. Dat is zo nootig. Dat is zo saai. Dat is voor nootgevallen. Ik ga maar aan het drinken, want... Ik ga maar aan de drink, maar ik bedoel aan de drank. Dat is wel alleen maar nood, dat is voor noodgevallen. Maar deze noodgevallen, dus kan ik best eten. Nee. Ja, ga je vreten maar. Werkt niet. Maar je kan ook poffertjes pakken. Nee. Oh, hallo, het zijn wel mijn handschoenen, hè? Jij legt ze hier zo raar neer. Asociaal, je zei ik hoor het zo. Raar. Raar. Maar dit ook al borrelnotenkes. Borrelnotenkes? Ik bedoel bitterbal nu. Kijk, weet je wat je met dit doet? Ja, maar als wij hier nou een volwaardige pannenkoek gaan eten, dan, ja, dan heb je iemand boos thuis zitten. Die doet ook heel erg. Die moet je eigenlijk uitpersen. Die moet je uitpersen. Dus krijg je een kind? Nee, nee, met dit stokje. Ja, kijk, dat weet dit, ik. Dan doen. Okay. Oeh. Het spettert. Het spettert. Ja, ik vind het helemaal gezegen zo. Ja, is wel... En bezig wel. Er is een batterij besteld voor de vlogcamera. We moeten dus ook extra batterijen bestellen voor de GoPro. Want ja, ook deze houdt het ongeveer een uurtje. Dan is hij leeg. Wel constant, een uurtje constant filmen en dan is hij ongeveer leeg. Dus ik ga straks even kijken wat die, hoeveel dat hij opgeladen is. Hé hey kind, ik weet niet waar die tussen moet, waarom maak ik het gewoon aan hier? Want ik heb hier nou een 32 gig SD kaartje in zitten en die was op een gegeven moment vol. Wacht. En kort. En kort daarna was, was de batterij. Ja. Dat is nice, eindelijk een keer geluisterd naar papa. Ja. Jij praat met ook de mij, dus dat doe ik toch een keer beter. Oh, gaan we zo beginnen. Nee. Ja, ze hebben wel een portie borrelhapjes. Nee, bitterballen. Komt eraan. Ja, dank je. Borrelballen, wat zei je? Borrelhapjes. Slechte woordgrap, jongen. Jij borrelt hem oud los. En ik vind het wel steeds jammer dat we nou niet meer over de dingen heen mogen, over de waalkade heen mogen. Ja. Gewoon je lekker via de waalkade zo terug. Achterlangs.
Maar die is blijkbaar voor gemotoriseerd verkeer afgesloten. Tegenwoordig. Dus dat kan niet meer. Helaas. Super. Erg jammer, altijd leuk. Aan de ene kant kan ik het ook wel eens begrijpen, er waren natuurlijk ook altijd. Maar goed, dat heb je niet in categorie motorrijders. Motorrijders die dan weer een beetje verpesten voor de anderen. Extra lopen raffen. En, ja, weet je, de ene die kan het wel waarderen, de andere niet. Ja. Ja, dan blijkbaar, ben ik geleund op mijn helm, hè? Op mijn prachtige helm die glimt. Maar daar niet meer. Ach joh. Hey. Hey, hoe is de way? Let even op mijn koffie en thee. Ik vind hem zo mooi. Ja. Kijk hoe die glimt. Ik zit soms echt op mijn helm. Dan ik echt, heb ik die handschoenen. En dan zit ik echt in één keer zo. En dan denk ik van... Smooth, smooth. Dus jij met ook een kannekop. Nee. Ik ook in de keer zo zitten. Nee, maar soms doe ik het ook. Om bijvoorbeeld, dan denk ik dat er misschien dode beestjes op zitten. En dan haal ik ze even er vanaf. Zodat hij weer glimt. Nou ja, je moet mij al wel regelmatig bijhouden. Je moet mij helemaal ook een beetje poetsen. En zit dan wat, wat druppels op. Dat heb ik nog niet gedaan. Ik moet even met een vochtig doekje. En een klein beetje schoonmaakmiddel kun je eraf halen. Dus een beetje bijhouden. De spullen blijven langer goed. Maar tot nu toe hebben we nog geluk met het weer. Zo. Sorry. Die schuur die staat er ook op. Want ik had voordat we vertrokken al niet even gekeken op weet dan ook, ja. Bijenradar, die, ja precies. En zou het in de middag zou het ergens mogelijk licht kunnen gaan regenen, maar tot nu toe nog geen. Is het suiker? Ja, nog geen druppeltje gehad, dus wat dat betreft. Mag ik bij jou erin doen? Mazzel heb ik al. Ah, ja, boeien. Ja, graag. Nee, wel, ik krijg dubbel suiker. Ja? Dat hoeft niet. Ah, jawel, ja. Kijk eens. Ja, dat is goed. Dit sport echt niet jongens. Ja, dat is wel lekker eigenlijk. Mm. Dat is een lekker bakje koffie. Ik denk nog een keertje. Kom maar gaan. Oh nee, dat kan er niet. Je hebt nog ballen. Wat is nou? Oh ja, ballenborren. Ballen van borren. Hoe kan dat? Bitter ballen. Nee, je wordt hem niet kunnen hangen. Ja, gewoon spek. Oh. Ik weet niet wat het is. Ja, spek. Spek. Nee, joh. Nee, dat is gewoon. Dus. Erg jammer dat ik het nou niet. We hebben straks een heel leuk stukje gereden. In Ubbergen, van Ubbergen naar Nijmegen toe. Dat is echt gewoon een leuk stukje. Dan hebben we helaas de pech dat die op is. Dat die leeg is, dat we niet kunnen filmen. Tja, ik ga het niet met deze camera doen om dan met deze camera. We gaan filmen op de motor. Dat vind ik een beetje te risicovol. Dat kunnen we nu goed vasthouden. En ze zullen denken, net als Rus, wij komen en het is nikke irritaties hier. Waar? Waar denk je niet in Tokio, hè? Hier. Ben je nou een kind hangen? Suiker een kind hangen? Oh my god. Even meenemen naar huis. Ja, je zit ook op mijn telefoon. Spring ons. Oh, echt eerlijk waar. Springels, Adamas, Springels, nee, kijk. Zijn Adamas, Springels, Adamas, Springels. Springels, 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 Adamas, Springels, Adamas, Springels. Huh? Nou, dit is wel. Adamas, Springels. Dit is wel de ultieme uitgave van. Dus niet. Ah ja, wat doe je zelf? Oh, echt. Laat maar zien. Ik
kijk, op 1970 gingen ze met de motoren zo samen, dit is uit de film trouwens. Ja, dat is geen film, maar ja, er staan ze op met z'n tweeën op een elektrische fiets op elkaar gepakt met een mondkapje op. Waar is die film op? Ja, Born to be Wild geloof ik. Volgens mij was het Born to be Wild. Ik heb daarmee een stukje nog met jou meegemaakt. Schrijf ons even in de comments, ik weet het wel even niet meer wat voor film dat nou eigenlijk precies was. Ik heb die ooit een keer een klein stukje met jou meegekeken. Gaan ze de Route 66 pakken. Volgens mij heet het Born to be Wild, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar nogmaals, zeg even wat in de comments, dan kun je kijken. Dan kennen we het lezen. Ik heb bericht ontvangen. Oh, dat we in Duitsland zijn geweest. Hier. Er zit niks in. Ja. Oh ja, je dacht dat er wat in zat. Ja. Nou, lekker dan. Het is gewoon een bakje met een vette kaas. Ik dacht ze maar niet wat eten. Oh my god, ik had het een beetje zo verschuilen dat dan. Die Bundesregierung, welkom. Bitte beachten Sie die Testquarantäneregeln. Please follow the rules on tests on quarantine. Ja, je bent helemaal testgebracht. Dat hoeft niet. We hebben op de motor gezeten, we hebben helemaal dicht gehad. En we hebben alleen maar in onze eigen bubbel geblazen. Ja. Ze willen ook gewoon dat ik het meeneem, want het zit vastgeplakt. Ja, dat doet suiker als het een beetje nat is. Dan plakt het vast. Nou, fijn. Toch moet ik heel eerlijk zeggen, mensen, dat wij best wel in een rijke omgeving wonen qua rijden met de motor. Qua natuur, heuvelachtig. We kunnen nog naar de Veluwe, de Hoge Veluwe, kunnen nog rondjes rijden. Nou, we hebben net Groesbeek wederom gedaan, nou, het blijft gewoon altijd leuk. Dan hebben we ook nog de Pelemaas, dat is weliswaar veel vlak, maar wel ook. Hallo, ik ben weer. Fabienne is weer vervelend. Hey, dat is niet waar. Wanneer niet? Nou, kan je dat wel even. Ja, dat kan, maar dan moet je even kijken waar je de vraag het dan ook anders eventjes. Waarom? Nee, zo. Zo. Ja, maar dan. Nou, zijn we lekker afgesloten? Wat maakt dat dan uit? Ja, dat is gewoon fijn. Schaam jij je ergens voor? Nee. Wel? Nee. Wel? Hoi mensen. Zie ik schaam me niet. Nee, nou in één keer niet. Maar OW? Het is gewoon fijn. Snap je wat ik bedoel? Wat maakt dat nou uit? Gewoon, dat is gewoon fijn. Echt? Gaat heerlijk. Maar gewoon weer. Daar gaan we. Moet wel dus zeggen, een rijke omgeving qua om met de motor in ieder geval te rijden. Leuke routes. Hoge Veluwe. We zijn niet rijk. Hier Groesbeek natuurlijk. Ik ben van plan, maar dan moeten we een keer echt vroeg vertrekken. Om een keer naar Zuid-Limburg te rijden, dat is ongeveer een uurtje, anderhalf is dat rijden. Dus dan is het echt eventjes doorzitten op de motor. Zo? Hè? Zo. Nou, dan is het even een uurtje, anderhalf op de snelweg, alleen snelweg. Om dus in Limburg te rijden. In Limburg kun je dan de Mergelandroute rijden met de motor, die schijnt fantastisch te zijn. Dat vind ik leuk, dan gaan we een keer hard rijden. Nee, we gaan niet hard rijden. Mijn motor leent zich niet om echt hard te rijden. En snelweg. Ja, maar dan nog. Dat betekent dat we snel van die weg af moeten. Snel. Ja, dat kan. We kunnen natuurlijk gewoon helemaal binnen doorrijden om er uiteindelijk toch in Maastricht of tenminste bij de Mergelandroute uit te komen. Dat kan. Dat is best mogelijk. Alleen nou, daar ben je wel eventjes bezig.
Ah, daar komen de borrelhapjes. Oeh, yes. Alsjeblieft. Dankjewel. Had je niet te drinken gewild? Doe mij ook een ijstee, alsjeblieft. Een ijstee komt ja. Eraan. Ga niet ervan. Dank wel. Zijn de kwekkenboomballen zo? Volgens mij of niet? Sorry? Zijn het kwekkenboomballen? Volgens mij wel. Ja, ze zien er wel uit. Ik weet niet 100% zeker wat het wissel wel eens, maar meestal wel inderdaad. Nee. En wat nee? Ah. Ja, ik pak er ook eentje. Ja, één. Ja, nou? Kijk. Volgens mij, qua grootte en qua uiterlijk zijn het volgens mij kwekkenboom. Bitterballen. Je hebt dan een kwekkenboom. En ook de binnenkant. Maar die zijn echt fantastisch. Fantastisch, even lekker smikkelen. Dat geluidje en toen moest ik. Kijk maar, toen moest ik lachen. Ik deed echt zo'n smikkergeluidje. Zoiets tegen het. Waar zou ik jou 's nachts voor wakker kunnen maken? Zakje drop. Je hebt een loopneus. Ja. Ik zal je even een doekje pakken. Eventjes. Nee. Ja, die zijn niet allemaal voor jou. Kom. Wie gaat het daar? Wel. Wie gaat het daar betalen? Jij weg. Ik er. Oké? Okay? Nee. Dan? Ja, dat weet ik niet. Huh? Jouw geld. Ja, dat bedoel ik dus. Maar deze van mij, ik heb heel veel honger. Ja? Oh. Ja. Ik had vanmorgen weer hard gelopen. Kunnen we natuurlijk terugkijken en dan ben zondag weer morgen praten. Samen met Duncan vandaag. 5 rondjes hard gelopen in het bos. Een beetje een vaste ritueeltje. Dus dan de zondag praten en dan daarna lekker douchen en dan een keer wegen. En jawel, we zaten op de 97,9 kilo. Dus alweer wat af. Yes. Op naar de 95. Ik doe dit natuurlijk niet af. Maar. Ook dat heb ik gezegd. Ik wil wel een beetje blijven genieten. Nou, dit is zo'n genotsmoment. Samen met je dochter. Op de motor. Toertje maken. Lekker weer. En dan bij het hoogstraatje in Nijmegen. En lekker. Portie bitterballen bakken. Heerlijk. Ja, wij bakken ze niet, wij eten ze. Bitterballen pakken. Oh. Moet je zeggen, bakken. Waar stond ik? Nou, met terug. Shoutout naar het hoogstraatje. Moet ik ook zeggen dat bij mijn vorige werkgever was dit een van mijn klanten
waar ik de schoonloopmatten en de handdoekrollen en wc-papier deed vervangen. Dus op zich, ik wist van het hoogstaartje van het bestaan, dus ik natuurlijk af. En nou, hij ligt ook prima op de route die we nu rijden. Dus ja, wat is het dan handig om dan een keer hier te stoppen? Ik had al zo lang in mijn gedacht om hier een keer te doen. Hier kwam het er niet van. Of het was nog te vroeg op de route. Of we waren nog maar net hier in Nijmegen. En ja, daar komt het gewoon niet. Ik kom er gewoon niet van. En je zo'n mast om echt de hele tijd aan te kijken. Ja, nou. Dus, maar nogmaals, ja, dit was een klant van ons. Nu zit ik bij een andere bedrijf. En het zijn geen klanten. Maar blijf leuk. Blijf leuk. Maar je geen mosterd. Is dat kan? Huh? Hoef je niet meer? Zeg je dat nou? Zeg je dat nou? Hoef je niet meer? Hoef je niet meer? Zeg je dat nou? Yes. Ja, dankjewel. Lekker. Oh. Zo. Kijk, Fabian, veel meer doen. Nou, ik zie het. Kijk, hoppa. Stamper. Stampertje. Oh, ze maken wel een stampertje geven waar je een spelletje mee moet spelen. Ja, hey. Helaas hoef je niet meer, hè? Ja, dat zei je net tegen mij. Helaas hoef je niet meer. Geloof je het zelf? Huh? Geloof dat ga je al zelf met. En jij? Nee. Nou, zo, kijk, we hebben reservebatterijen bij ons. Die heb ik inmiddels aangeschaft. Niet één, maar twee reserve. Oké, niet de originele, die waren rete duur. Dus dan maar even de zaak imitatie. Maar ze zien er gewoon echt exact hetzelfde uit. Je zou bijna kunnen stellen dat het dezelfde zijn, alleen een ander papiertje eromheen bij spreken. En dan zijn het toch gewoon dezelfde. Maar ik zie wel eens vaker dat er producten van de origineel gewoon zo rete duur zijn. En dat je dan een imitatie hebt die gewoon echt exact hetzelfde en die notabene wellicht misschien uit dezelfde fabriek kunnen komen. Maar een ander wikkeltje eromheen zijn denk ik een andere prijs. Zeg het maar, ik weet het soms niet. Dat is lastig eraan. Ja. Maar goed. Het is allemaal zo zware kind. Ja, het is oud en zo. Het is ook mooi en leuk. Nou, zodra we klaar zijn, nu even betalen, gaan we verder met het rondje. Ja, ja, ja. Neem zo langzaamaan. Kun je later snel? Maar waar gaan we nog naar de praxis toe? Ja, mama wil dan even naar de praxis. Ja? Met ons? Ja. Mama zegt ja, de dag wij in de praxis gaan, dan komt mama daar ook heen. En dan gaan we met z'n allen weer naar huis. Ja, dat willen ze doen, ja. En dan gaan wij even die camera. Die. Moet even kijken of we die mee, of die aan Mal kunnen geven. Want daar ging zij, als zij stil stond of zo, kon ze lekker geweest. Zeker. Ja. We waren er wel uitgegeven. Ja. Had je nog iets te drinken gewild?
Nee. Doe me de rekening alsjeblieft. Ja, wat kan ik dan betalen? De pinnen, denk ik. Kom er zo aan. Ja. Ja, serieus? Dat is mijn onmarkeerde mama natuurlijk, zegt hij hier geen pas. Maar dan moeten we wel even zeggen, dan moeten we wel even uitleggen aan mama hoe dat werkt, die camera om ons te sluiten. Dan moeten we dan wel zeker de batterij van tevoren wisselen. Dat we zeker weten dat het dan nog doet. Want toen ik eruit, mama denkt dat ze me gesloopt heeft. Oeh, wat doe ik nou? Dat zou ze zomaar kennen. Ja. Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat mama daar zo... Nou... Dat denken we wel. Ik denk als ze er in één keer uitvalt. Nou, wel, dat ze dan in één keer zeggen van... Hey, je viel zomaar in één keer uit, hoe kan dat? Wat deed ik fout? Maar dat ze echt hysterisch erover gaat. Nee, ook niet. Nee. Dat denk je niet. Ik heb butterfly. Wat jij zegt. Ik heb butterfly. Auw. Oh, je laat me schreeuwen hier. Dat is normaal. Oh, dat zie je nou pas. Kijk nou. Leuke kussens. Kijk. Dat te zien is. Gewoon dat een stukje jas is. Zo, misschien is het wel van een oude jas. Grappig. Ja, ik zou dat gaan aantrekken als ik jou was. Nee, het is een beleefde kussen. Nou, gaan we dadelijk. Ja, wil jij het doen? Wat? Want je hoeft alleen maar als het goed is de pas erop te leggen. 14,50. Ja. Klaar. Zie je dat ik afgerekend had? Dankjewel. Moet je de bon erbij? Nee, hoeft niet. Prima. Fijne middag nog. Jo, dankjewel. Zie je dat ik ging betalen? Had toch gelijk, hè? Ja, jullie dachten van niet, maar het is toch gebeurd. Zo. Ik ga deze toch weer gewoon even terugzetten op de motor. Ondanks dat hij leeg is. Ik kwam aan de ene kant een keer proberen om te filmen op de motor. Waarmee met de GoPro? Als wij, die is niet erg, maar die is als zwaar, we heel rustig zwaar. Rijden. Die is te zwaar eigenlijk. Nee, als we rustig rijden, dan kan ik hem vasthouden. Dat bedoel ik. Ja, maar wil je hem dan hiermee vasthouden? Want dan kan ik hem erop schroeven, dan kun je wel beter vasthouden. Ja. Wil je dat nu proberen of wanneer? Ja. Nou, we gaan natuurlijk de selfie stukje meegenomen. Dus die gaan we even monteren en dan gaan we daar onderweg proberen te filmen. Dit kan natuurlijk goed vasthouden, dan alleen maar zo de camera. Dus dat gaan we even doen. En dan zien we je straks weer.
Joost staat even verkeerd, hè? Hè? Joost staat even verkeerd. Je moet denk ik hier stoppen. Maak dadelijk een willy of zo. Nee. Oh. Volgende keer spelen. Dat kun je niet. Nee. Alleen zo. Maar dan gaat het ja, dan kun je wel zwemmen als je weer zo. Het perk. Het Woordenburg Park. Ja, dat was van goede vroeger overzon. Het is een beetje trek, wacht. Er rijden twee bussen gewoon. Weet je het op de vlog nou ook of niet? Ja, ik denk het wel, ja. Wat heel, man! Ik wil terug! Nee. Ik wil een foto! Oeh! Hoe dan? In één keer zie ik hun daar lopen en ik denk van... Nee, dat kan. Dit wilde ik er gewoon in of zo. Job en Jippe. Job en Esmee. Oh. Van Love Island. Hun hebben gewonnen met Love Island. Oh, okay. What the fuck? Weet je hoe toevallig dit is? Ja, leuk toch? Ja, maar... Wat? Ik zag in één keer en ik denk van... Nee, dit kan gewoon niet. Dit kan gewoon niet. Mijn ogen gewoon niet of wat? En in één keer denk ik, what the fuck? Ik zie ze gewoon! En dan wil ik dat ik wel eventjes aan Amber laten weten. Voor jou, ik heb hem gewoon gezien! Huh? Ik heb hem gewoon gezien, maar weet je wat dat al is? Voor jou! Ik ga hier over dromen, jongen, je wil dat niet weten. Ik kan het nooit naar mijn hoofd krijgen. Ik ga dit maandag tegen iedereen zeggen op school, hè? De schoen. Hey.
gewoon heel random ook, hè? What the hell? Gewoon. Ik heb echt het gevoel alsof ik nou gewoon aan het dromen ben. Ik moet het even beseffen, want ik kan er echt gewoon niet geloven. Wat een dag. Ik kan het nog steeds gewoon niet geloven dat ik hem ben tegengekomen. Binnenkort een keer een nieuwe remblok op de motor zetten. Kijk of ze nou dadelijk de motor steken. Nou. Maar voor mij dan, hè? Ja, oké. Nee. Oh, ik vond. Wat zijn meer dan de thank you.
staan. Dat je zeg maar een beetje kan zien. Dus daar aan te vertellen dat ze Jip en Esmee van Love Island heeft gezien, net. In Nijmegen, toen wij terugreden naar Beuningen. We zijn nu in Beuningen overigens, in plaats van de bakkertjes. En ze moest, even kijken op de telefoon, de telefoon ging een paar keer, ik moest even kijken. En toen zei ze van, papa, ik wil mama even bellen, even zeggen dat ik ze gezien heb. Ik kom foto met hen. Oh ja, we zijn ze aan het neusje swipen. Ja, dat kan ook. Ik wil even Amber bellen. Het is ook niet te geloven, Mattie. Nou goed. Zoals ik zeg, we zijn dus even in Beuningen, even gestopt. De telefoon ging een paar keer af, voelde ik. En ja, ik heb geen mount op de motor dat ik, ja, dat ik kan zien. Dus dan moet ik even stoppen. En we waren toevallig in Beuningen, denk ik, nou, dan gaan we even stoppen. Who knows? Sometimes you never know. Eventjes refereren van wie weet, heel misschien. Laat ik zo zeggen, ik zou het leuk vinden als we de bakkertjes een keer zouden treffen. Oprecht. Ik vind het een leuke familie. Doen het ook al leuk. Natuurlijk niet alleen vanwege het succes, maar gewoon leuk. En natuurlijk, ik merk ook dat er bepaalde dingen zijn die je even net wat anders moet benaderen dan wanneer je het gewoon zonder camera doet. Toch even een beetje moet opletten dat je een camera bij hebt, bijvoorbeeld met andere mensen in de buurt of dat soort zaken. Het momentum dat je gaat filmen, dat je weet dat je aan het filmen bent, dat zijn dingen die je wel moet leren. Maar voor de rest, ik zou het erg leuk vinden als je een keer zou ontmoeten. Oh. Even de handschoen. Dus. Ja, wat dat betreft zou ik daar best wel op prijs kunnen stellen als dat een keer zou gebeuren. En natuurlijk zijn er van die momenten dat je op zoek gaat, maar ik wil ook niet, absoluut niet, ik wil ook niet gaan opdringen. Het moet niet zo zijn dat we nou gaan kijken en gaan googlen en proberen uit te vinden waar ze wonen. Natuurlijk, ze wonen in Beuningen. Natuurlijk zijn er mensen die weten waar ze wonen, absoluut. En ik denk ook niet dat ze het heel erg zouden vinden, maar het zou wel, vind ik dan persoonlijk, maar goed, dat is dan weer een beetje mijn mening. Net iets te,
Nou, ik wil ook niet zeggen te opdringerig. Ja, misschien wel een beetje opdringerig zijn om dan aan te gaan bellen bij spreken van God, hallo, wij zijn de Stofjes, wij willen ook vloggen. Kun je ons helpen of wil je daar wat advies of tips over geven? Het kan goed zijn dat ze dat misschien wel doen, dat ze, maar weet je, dat weet ik dus niet. Dat weet ik echt niet. Goed, hoe was jouw verhaal? Ik heb even naar Amber een berichtje gestuurd. Oh, nam ze niet op? Nee. Ah. Oké, nou goed. Oma was echt is goed op jouw berichtje. Ja, oké. Nou, mijn kleine handschoenpoten weer. Kijk het verschil. Ik voel me echt lelijk of zo. Ja, je bent gewoon nog in het goede. Dus, nou goed, dat is dus wat, wat ik ervan vind. En, waarvan? Nou, gewoon de bakkertjes om ze een keer te ontmoeten. Dat ik dat oprecht leuk zou vinden als ze ontmoeten. Maar niet dat ze daar specifiek de straat proberen op te zoeken. En dan bij hun aan de deur gaan bellen van, god, wij willen graag contact met jullie of iets ergens, weet ik wat. Want zo werkt dat gewoon niet. Dan moet, ik heb contact met jou, dat is niet. Dan moet een bepaalde... Waarom ben je nou niet terug om een foto te maken? Nee. Weet je wel hoe stom nee. Dat is? Ja, dat kan goed zijn. Dan rijden we een andere keer. We gaan er vaak wel een keer rond. Maar volgens mij komt die uit Nijmegen hoor, dus die zal wel vaker daar te zien zijn. Job. Jip. Jip, hè? Nee, het is Job. Wel Job. Job mooi, en S. Nee. Job en S. mee. Die waren het van Love Island. Van Love hebben Island. Zij gezien. En mijn andere dochter die waren daarmee bezig. En die zagen zij toevallig lopen. Ik niet, want I don't know. Dus, maar goed. We gaan verder, telefoontje beantwoord. Dus we gaan zo terug. En dan gaan we, als we terugkomen, even naar vrienden gaan we een kopje koffie drinken. En dan gaan we lekker naar huis. Als we daar nog en dan mogen we gaan editen. Als we daar nog kijken, als we daar nog kijken gaan en we zien de deur, dan gaan we wel groter maken. Ja. Ja, oh, Amber heeft iets gestuurd. Dus bij deze. Tot strakjes. Shoutout voor Beuningen. Oké. Kunnen we even uitdoen? Oké, jongens, ik ben dus met papa bij mijn oude basisschool. Dus ik ga het even laten zien aan jullie. Dus ja. En hier zat ik altijd. Dit is mijn klas. Daar was mijn klas. En daar de andere. Daar hield de paard. Ik ga even. Pap, ik ga even daar kijken. Ik ben hier zo lang niet meer geweest, hè, jongens. Kijk. Hier zat ik altijd. Hier. En hier. Bij ons heette het units. Dat was unit 3, daar zat ik. En dat is. Dit is unit 4. Is gewoon hetzelfde, maar ze noemden het anders. Dit was keuken. Ja. In het schoolplein. Niks is veranderd. Dus ja. Eerlijk, ik mis het wel hoor. Ja, ik mis het wel. Want ik heb hier toch wel een aantal jaren meegemaakt de dingen. Dus ja. Natuurlijk mis ik het wel, maar sommige momenten ook weer niet. Dus ja. Ja. Ja, ik zie mezelf in de spiegel. In het raam. Oh. Oh. Kijk, ik zie mezelf in de spiegel. En het ziet er best wel vet uit met die jas. Maar ja, dus dat is de school. En dan kwam ik altijd aan met de taxi. Dus ja.
Zo mensen, nou dat was weer een geweldige dag vandaag. Lekker motorrijden, samen Fabienne, was heerlijk. Lekker weertje, goed opgenomen. Met de nieuwe GoPro. Ik zal zo meteen eventjes intussen beide even verschil laten zien tussen mijn andere GoPro. Momentje. Dit was die andere die ik gebruikte. Zogezegd de imitatieversie. Ik zal straks eventjes een stukje laten zien. Het verschil tussen de een en de ander. Nou ja, goed. Dat is gewoon, ja, dat is gewoon niet te beschrijven. Dat was echt verschil. Echter natuurlijk, dat kost me een paar tientjes. Dat kost een paar honderd euro. Maar gegarandeerd, je hebt er ook echt wat aan. Werkt gewoon super. Dat was sowieso een leuke dag. Helaas was het zo dat er op die dag, nou goed, dat zie je dus in de vlog eigenlijk al verschijnen, dat we dus de batterij, we hadden geen reservebatterij bij ons, die had ik later nog aangeschaft. Dus de volgende keer een nieuwe batterij meenemen, maar ook een nieuw geheugenkaartje, want de geheugenkaart was ook vol, 32 gig. Dus dat gaat best wel hard als je aan het filmen bent. Moet ik wel zeggen, ik heb de rit, het begin van de rit natuurlijk wel constant gefilmd. Ik heb niet eens met stukken gewerkt, dus ik heb constant gefilmd. Dat was eigenlijk om te kijken van hoe lang doet hij het dan als ik hem constant aanzet. Nou, dat is ongeveer een drie kwartier tot een uur. Dan is de 32 gig SD kaartje vol en de batterij was leeg. Daarna kwam er nog een heel stuk mooie rit. Die ga ik zeker nog een keer doen, die wil ik jullie echt laten zien. Dat is een stukje van Ubbergen weer terug naar Nijmegen. Dan heb je een heel mooi weggetje echt naar boven toe. Maar dat is zo mooi. Dat is echt zo mooi. Ik zei dan meteen tegen Fabienne. Nou, dat is weer een mooie gelegenheid om weer te zeggen van hup, we stappen weer een keer op de motor en we gaan een stukje keer rijden. Om dat alsnog te laten zien. Dat was een geweldig stukje. Nou, dan zou ik zeggen van dit was het dan weer voor vandaag. Ik zou zeggen, als jullie ervan genoten hebben, een blauw duimpje omhoog. Even abonneren op ons kanaal. Nou, dan zie ik je voor de volgende keer weer terug bij De Stofjes. En dan zeg ik tot deze nog een keer. Oh ja, en natuurlijk ook niet alleen vanwege dit soort filmpjes, maar ook voor de aankomende challenges. Gaan we wat challenges verzinnen die we samen met Fabienne en Evi gaan doen. Dus nou, shout-out naar Evi. En natuurlijk met Fabienne, die zijn er op dit moment even niet bij. Maar daar gaan we dus volgende keer aan beginnen. Nogmaals, blauw duimpje omhoog, even abonneren op ons kanaal, De Stofjes. En dan zien we de volgende keer weer terug. Ik zeg, ciao!